next week we might not exist, 'cause you don't know how to... Het is best wel heel anders geworden dan de EP. Dat was ook juist heel erg mijn idee, want de EP was heel erg meisje met piano en daar een bandje omheen, maar dat is eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Ik wilde het juist veel meer ja, elektronisch en echt een hele productie eromheen. Dat vond ik gewoon vet. En daar hadden we de tijd ook gewoon niet voor. En het geld niet met de EP, wat we wat meer hadden met het album. En ik denk dat dat denk ik wel iets moeilijker behapbaar is, zeg maar, voor mensen. Dan gewoon een soort van recht toe recht aan piano, stem, knallen, zeg maar. Nou, zoals ik al zei, heeft het wel echt wat, ja, wordt het wel bombastischer, net als op het album. En daarnaast hebben we wel bedacht, omdat we heel veel huiskamerconcerten hebben gedaan het afgelopen jaar, om een soort van middenin een soort van out of the blue huiskamerconcertje op het podium te doen. Dus ik ben benieuwd, dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan. We doen ook wat dingen met visuals en zo, dus we hebben ook achterin op een gegeven moment, ik heb een keer een actie gedaan vlak voordat we het album uitbrachten met een aantal hele knappe vriendinnen van me die in cheerleader outfits had gepropt. Ze hebben door Amsterdam gaan rennen en gaan flyeren en weet ik veel met, en ik liep met zo'n grote boombox rond met onze muziek. En dat komt wel terug. Dus ja, en de pampams, gouden pampams heb ik gefixt ergens. En die gaan we ook overal ophangen. Dus ja, het wordt een groot feest.